Ja, ondertussen is Lode Sijsens van de CD&V er komen bij zitten. Dag, meneer Sijsens. Goedemiddag. Ja, het debat begon eigenlijk met een discussie over het al dan niet bestaan van visieteksten waarop de parlementsleden zich dan kunnen baseren om dit debat te voeren. Nu, die teksten zijn er niet, hoewel ik de minister heb horen zeggen alles wat in de krant staat is hier ooit wel eens gepasseerd. Nu, hoe dan ook, was u verrast door de vraag van Groen naar dit actualiteitsdebat? Goh, of ik daar nu verrast door was of niet, ik kan zeggen, ik ben ondertussen al 7 jaar parlementslid. Ik ben nogal veel bezig met ruimtelijke ordening. Ik heb vastgesteld dat dat niet het meest sexy thema is, dat wij meestal moeten discussiëren in de coulissen, in de commissiezalen. Dus als er een keer de kans komt om over de toekomst van Vlaanderen in het plenaire te debatteren, dan grijp ik die kans graag met beide handen. Ja. Groen wees onder meer op die link met de klimaatdoelstellingen. Bent u daarmee eens? Wel, ik denk dat we inderdaad... Dat heb ik vandaag heel veel gehoord. Ik denk dat er heel veel mensen over eens zijn dat we met onze ruimte in Vlaanderen, dat we daar heel duurzaam mee gaan moeten omspringen. Op dit moment, er was al een keer een beetje discussie van, gaat het nu over beton of gaat het over ruimtebeslag? Op dit moment is ongeveer 1/3 van Vlaanderen, 32,7% ingenomen. Ja, en als we zo voortdoen, wordt het de helft. En 14% is gebetonneerd. Ja. Als we zo doordoen, inderdaad, dan zitten we denk ik tegen 2050 aan ongeveer 41%. Ja. Nu, hoe dan ook, bent u het eens met die link naar klimaatdoelstellingen? Wel, ik denk dat we daar inderdaad, dat er ook al aanbevelingen zijn vanuit de klimaatop, dat we inderdaad dichter bij elkaar moeten gaan wonen, want dan verplaatsen we ons minder. Hè. Vandaag de minister is dat wees ook naar de klimaatconferentie. Hè, voilà, maar... inderdaad. Ik denk dat we een aantal zaken in onze ruimtelijke ordening in de toekomst op elkaar moeten afstellen, zoals een boutade die ik toch al jaren maak. Ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn twee zaken die hand in hand gaan. Als we onze ruimtelijke ordening goed kunnen organiseren, dan moeten we ons in de toekomst ook minder verplaatsen en dat is sowieso ook al klimaatwijs. Ja. Nu, waarom ik dat vraag, of u het daarmee eens bent, Europa legt zichzelf voor de klimaatdoelstellingen natuurlijk een strakkere deadline dan 2050. Men strijdt naar 2030, dat is 20 jaar eerder. Ja, wel, daar ging het debat vandaag natuurlijk over, 2050, of moeten we dat sneller doen? Maar ik denk dat we daar de context toch een keer heel juist moeten bekijken. Vandaag, voor alle duidelijkheid, ik ga niet mee in het verhaal dat vandaag in Vlaanderen nog alles kan. Ik denk dat we met ruimtelijk structuurplan Vlaanderen al een kentering hebben ingezet. Op het moment dat ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in voegen ging, toen werd er in Vlaanderen 12 hectare per dag in beslag genomen. Vandaag is er dat 6. Mogen we daar tevreden mee zijn? Absoluut niet. We moeten ambitieuzer zijn. Kunnen we dat van vandaag op morgen realiseren? Absoluut niet. Twee redenen. Eén, denk ik dat we daar ook respect moeten hebben voor onder andere het eigendomsrecht. Voor die gronden waarvan een kleine eigenaar weet van kijk, ik heb hier een bouwrecht, ik kan hier wonen. We kunnen hier in de toekomst gaan bouwen, men heeft daarin geïnvesteerd. We kunnen die mensen dat zomaar niet ineens gaan ontnemen. Daar moeten wij methodes voor gaan ontwikkelen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de verhandelbare bouwrechten. Ja. Maar twee, ook de uitdagingen om daartoe te komen zijn bijzonder groot. Ja, maar de vraag was natuurlijk, moeten we wachten tot 2050 of beginnen we vandaag? Ik heb je een paar keer horen zeggen in het halfrond, de omslag is vandaag begonnen, we zijn nu bezig. Maar hoe concreet is dat dan allemaal? Wel, er zijn vandaag al een aantal concrete dingen. Ik denk bijvoorbeeld, wil even verwijzen naar de conceptnota van minister Schouwvliegen over de woonuitbreidingsgebieden, waar we toch gaan zeggen van kijk, die woonuitbreidingsgebieden die inderdaad afgelegen zijn, die waterziek zijn, we gaan daar toch van een aantal van die gebieden. Dat is een nota, wanneer wordt dat concreet? Wel, we gaan dat inderdaad moeten concretiseren, maar ook andere dingen. En ik ben ervan overtuigd. Wanneer? We zien graag zo snel mogelijk dat witboek verschijnen, maar ik wil er u wel wat aan leren. We moeten dan natuurlijk wel de balans zoeken tussen snel vooruitgaan en anderzijds een draagvlak zoeken. Ik stel vast dat die discussie over het groenboek, dat we die in 2009 al gestart zijn. 2014 zijn we daar zelfs nog niet mee geland. Ik stel nu vast dat de minister dat vastpakt. Ik stel ook vast vandaag hier dat er een draagvlak is om daar naartoe te gaan. Dus ik denk dat we inderdaad stappen vooruit gaan. Dus vandaar de vraag, wanneer wordt die nota concreet? Wel, ik heb de minister inderdaad ik heb de minister horen zeggen dat ze daar graag voor de zomer nog mee naar de regering zou gaan. Ik neem aan dat dat dan geen definitief document is, dat we daar nog over verder kunnen debatteren. Maar ondertussen wordt er niet stilgezeten, laat dat duidelijk zijn. Hè. Ik heb ondertussen een paar keer de verwijzing gehoord, en ik vind dat een heel goed voorstel, om onze verkavelingen in een keer, die oude verkavelingen, om daar zo van na te denken om die later te vervallen. Dat zijn dikwijls nog heel ruimteverslindende verkavelingen.
waarin men maximum één bouwlaag hoog mag bouwen. Dat zijn dingen die niet hoeven te wachten tot 2050. Absoluut niet, absoluut niet. Als de geesten daar rijp voor zijn, dan moeten we die dingen vandaag doen. En trouwens, het hele beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ik ga ervan uit dat daar instrumenten in zitten om onmiddellijk aan de slag te gaan. Want wij kunnen niet aan dit tempo doorgaan en in 2049 zeggen nu alle rem aantrekken, want vanaf volgend jaar mag er niks meer. Nee, ik denk dat dat een evolutie is naar die nul vierkante kilometer ruimteinname per jaar in Vlaanderen. En ik denk dat we daar stappen gezet hebben, dat het laaghangend fruit daar geplukt is en dat we nu een aantal moeilijke oefeningen moeten doen. Nu gaan we wat moeilijkere oefeningen moeten doen. Voelt u steun bij de coalitiepartners? Ik heb in het halfrond toch wel dingen horen vallen als het zijn slogans, het zijn losse flodders. Voelt u genoeg steun bij de andere partijen in de coalitie? Goh, weet je, ik heb hier wel wat discussie heen en weer gehoord over het moment van communicatie en dergelijke meer. Maar ik heb eigenlijk niemand fundamenteel horen zeggen dat men over het principe niet meedenkt. Ik heb er een tegendeel, zelfs over de partijgrenzen, toch wel heel veel appreciatie gehoord. Sommige mensen die zeggen voor ons moet dat vlugger gaan. Ik denk dat we dat ook realistisch voor moeten stellen en dat we haalbare doelen moeten stellen. Het is geen twistappel in deze regering. Wat mij betreft niet, nee. Nee, oké. Meneer Sijsens, bedankt om bij ons te komen. En uw kijker blijft nog even bij ons, want zometeen schuift Ingrid Pira van Groen aan. Actua TV. Het hele verhaal.